En de third Rails map, zodat jullie mee kunnen volgen als we naar Winterswijk in rijden natuurlijk. Arnhem. Excuses. En een broadcast. Zo. Goedemorgen meester. Vandaag reed dus de stoptrein van Winterswijk naar Arnhem Centraal. U stopt onderweg op alle tussengelegen stations, open eerst uw deuren en maakt de trein verder gereed, zodat u om 6:20 uit Winterswijk kunt vertrekken. Succes! Nou, dat komt wel goed, denk ik. Goed, we moesten... Oh, goeiedag, hé. Oké, open eerst de deuren, werd gezegd, toch? Zo. Pak even de sleutels, doe even een contact. Hoppatee. En dan zetten we de trein hiermee niet meer aan, maar hier zet je hem weer naar voren. Hiermee zet je hem aan, als het goed is. Mooi! Handrem mag er vanaf. Verlichting doen we even netjes aan. Oh ja, we hebben nog de... Waar zit dat ding? Wauw, de instrumentenbelichting. Hartstikke mooi natuurlijk. Even kijken. Die en... Deze eventjes vooraan doen. Jup, lint inderdaad. Is goed, de Vink. Succes. En uiteraard even de koersborden staan op Arnhem. Dat is mooi. Dat is alleen maar goed eigenlijk. Ja, helaas rijden deze lintjes natuurlijk niet meer. Dit is nog uit de tijd van ja, echt Sintes en zo. Dus dat rijdt er helaas niet meer. Volgens mij hebben we verder alles helemaal voorbereid, dacht ik. Zo goed als. Alleen de richtingsschakelaar moet nog even omhoog. Zo. Nou, dat was het wel eigenlijk. Ja, als je het tot vanavond bedoelt met de livestream van Rob Jansen. Ik ben waarschijnlijk ook wel bij de livestream van Rob Jansen te vinden. Als hij vanavond gaat streamen trouwens. Dan wel. Oh. Hier zit Siva in. Dan kan Siva hier ook aan worden gezet dus. Maar hoe is de vraag? Dat is een screenshot. Je kunt Siva hier ergens aanzetten, maar ik zou niet weten hoe je hem aan kunt zetten. Fernlicht. Oh. Wat is fernlicht dan weer? Oh, dat onderste spul. Oké. Okay. Oh, dan komt de DM90. Hallo, DM90. Jij bezat al lang niet meer hier. Opdonderen nou. Alhoewel, moet ik zeggen dat het zijn net als nog in de vet op rood staat. Komt er zometeen nog iets aan ons voorbij? Nee, er komt hier niet wat aan ons voorbij. Ha! Misschien is het stop en go zijn. Oké, op naar Alten. Zorg dat u om 6:30 in Alten aankomt en vertrekt dan weer om 6:31. Dikke prima. Oh. Grapje natuurlijk. Met het Overijssel logo, met NS Overijssel logo erop. Nice. Oh. Drie bakken. Of drie stellen, ja. We krijgen het druk, dames en heren. We krijgen het druk. We hebben drie stellen, hebben we. Nice. Op zich ook niet verkeerd. Nou. Dat was perfect langs de bron, anders pas je niet. Ja, daar was ik ook een beetje bang voor inderdaad, ja.
Oh, dit ziet er zo net uit. Kijk dan. Ja. We krijgen hem helemaal op. Ha! Nice. Ja, dat is. Je hoort hem heel een klein beetje. Oké, heel bijzonder. Goed op naar 100. Ja, ik heb inderdaad een sound update, NL-Jurre, dat klopt. Je hebt voor de BR648 heb je een sound update ergens staan op Railsim volgens mij. En die heb ik over ingegooid. Dus dat klopt. De Sintus lintjes rijden gedeeltelijk over de Maaslijn tussen Nijmegen en Venray in de kleuren van de Arriva Limburg. Yep. Waar? Ja. Volgens mij, NL-Jurre, dacht ik dat die op Railsim staan. Dacht ik tenminste hoor. Chef Zutphen, inderdaad. Dit is trouwens het langste stuk dat je volgens mij non-stop aan het rijden bent. Het stuk van Winterswijk naar Alten is volgens mij het langste stuk waar geen tussenstation zit, als ik het goed zeg. Klopt, Winterswijk Alten is 10 minuten. Ja, 10 hele minuten ben je onderweg hoor. Goeiedag hé, wat lang. Daarna Alten Varsseveld is 7 minuten. Werken die repaints van de lint ook op de 48 van Steam? Nee. Alleen maar op de die van Railtraction volgens mij. Ja, tuurlijk Jansen. Flink op de remmetjes. En Amersfoort? Nee, dat bedoel ik niet rood. Ik bedoel op deze lijn. Gewoon algemeen deze lijn is het een van de langste, denk ik. Overspeed is dat. Je reed 101. Oh. Overspeed. Ja, nee. Met 101 ga je gewoon direct van de rails af, volgens mij. Zutphen is toch the place to be? Ja, dat lijkt er wel op, Stefan, inderdaad. Dat hoor je steeds vaker, inderdaad. Wat hoor ik nou? Ik dacht dat ik iets hoorde kraken op de achtergrond. Toch niet. Even kijken. Mensen die denken dat Zutphen de place to be is, moeten toch ernstiger nadenken als ze niet knettergek zijn.
Nou, zo erg zal het niet zijn, denk ik. Oh, ik rijd 101, maar ik heb geen overspeed. Dus, is het dan overspeed of is het geen overspeed? Train Simulator geeft aan dat het geen overspeed is. Dus wat is het dan? De repaints van de Nederlandse trainers zijn alleen van de Rail Traction en niet van Steam. Ja, klopt. Niks aan te doen, ben ik bang. Knettergek was ik toch al. Wordt afgerond naar boven. Maar je gaat niet te snel. Oké. In welke nap dat je daar tussenin kunt rijden dan? Nou, zometeen komen we aan op station Aalten. Mogen lekker alles langs gaan tot helemaal tot Arnhem. Dus ja, we rijden gewoon een volledige lijn. Duurt toch gewoon langer dan een uur. Maar dan doe je wel een volledige dienst eigenlijk. Zo. Maar eventjes bremsen dan. Nou, ik wil niet te snel bremsen, lijkt me. Het volgende station is Aalten. U kunt hier overstappen op de buurt. Ja, Luc, welkom terug. Met natuurlijk mooi omroepen erbij, uiteraard. Nou, doen we het alleen even goed passen en meten, denk ik. Die trein moet je sowieso aan het einde van de perron neerzetten, denk ik. Anders gaat je sowieso dat hele ding er niet eens op krijgen. Of wel? Oh, daar valt er wel mee. Zo, deur open. En we zijn op tijd, dat is helemaal nice. Ja, klopt, DM90 is het, dat past ook. Nou, het lijkt erop, koploper, dat de bakbonnen meer op die van de Lin zijn afgesteld. Want als ik echt netjes hier bij de... Even kijken. Als ik hier netjes bij de 6 had gestopt... Dan denk ik dat ik er prima op had gestaan. Of voor de GTW'tjes, ja? Oké. Info www.sintus.nl. Ik vind het alleen jammer dat je geen passenger view hebt in deze treinen. Het zou op zich zo mooi zijn geweest. Bakborden staan voor de GTW, dus lijkt erop dat 6 bakken GTW even lang is als 6 bakken lint. Zou kunnen, op zich zullen ze waarschijnlijk van elkaar wel iets verschillen. Of niet zoveel verschillen. Kiel zit op zijn telefoon. Wat dan is je... Oké, op naar Varsseveld, vertrek daar om 6:38. Goed. Gaan we weg, koptelefoon, man. Je mag niet meer. Kun je zo passenger view doen? Nee, dat kan dus niet. Deze trein heeft geen passenger view.
Gas erop, ja, dat kan nu wel inderdaad, gas erop. Is goed, Gerben. En terug naar 100. Hoppatee. Tot de volgende keer, Gerben. Ik zal je waarschijnlijk vanavond nog wel even zien bij de livestream van Rob Jansen, denk ik. Oh, boos was niet de bedoeling. Veel te warm. Ah. Ik denk dat hier wel meer zal vallen. Even kijken. Warm is het hier momenteel in het mooie Hengelo. Even kijken. Nou, hup, schiet op met je fingerprint. Nou, dan niet, hè. Bij ons is het momenteel 23 graden en lekker zonnig. Wat emergency break? Door wat krijg ik hier nou echt... Hè? Wat dacht je? Lijkt me handig om gewoon even naar emergency break in te schieten of zo. Oké. Snap ik, Gerben. Oh, wacht even, ik snap het al, denk ik. Even de rail drive uitzetten. De rail driver die gooit even roet in het eten. Ja, het is inderdaad wel cooler dan gisteren, inderdaad. Oh, allemaal koeien aan de rechterkant. Goeiedag, hé. Daar bent er toch best wel veel. Koenvissen, lekker man. Nou, als het goed is, moeten we nu makkelijk door kunnen rijden naar Varsseveld. Zodat we ook eerst zo'n stomme noodrem tussendoor krijgen. De raildriver is af en toe vrij gevoelig, ook al doe je helemaal niks. Geen alcohol, maar melk. Yup. Nou, kijk aan. Ik zie vast wel dan aankomen. Althans, ik zie dat je zometeen moet afremmen. Ik dacht aan heerlijke ham... Ja, nee, tuurlijk. Hamburgers zijn alles. Hamburgers zijn leven. En dan zingen ze allemaal de moe-song. Nog een soort van onbewaakte spoorweg. Oh ja, ik heb trouwens nog wat... er was nog even op het nieuws. ProRail wil dit jaar 25 van de nog 125... onbeveiligde spoorwegovergangen aanpakken. Dus laatst volgens mij ook al in de buurt van... voor mij was het ergens in het noorden weer. Was een jongen van 19 of zo was overleden. Omdat hij door een trein werd aangereden. Bij een onbeveiligde spoorwegovergang. Dus... ja, dat is mooi vervelend. Even remmen.
Volgende station is station Varsseveld. Oh ja, net buiten Aalten. Net buiten Aalten? Oké. Okay. Dat is nog zuurder de deur. Verkanting uit. Het volgende station is Varsseveld. U kunt hier overstappen op de bus richting Lichtenvoorde, Groenlo en Eibergen. Precies dat. Even kijken, 3, dan is de volgende waarschijnlijk 6. Nou, ik mag wel iets verder door nog. Anders sta ik niet helemaal op het perron. Zo. Nu wel. Even kijken, deur ontgrendelen aan deze kant. Ja, ik sta er wel heel erg... Jeetje, even kijken. Ja, nou, oké. Okay. Hoe gelijk wil je het hebben eigenlijk? Ik vind het op zich vrij netjes. Hey Cleo, welkom terug. Dit vind ik wel heel erg... Ja, zo precies als het maar kan eigenlijk. Netjes. Ga nu door naar Terborg. Zorg ervoor dat u om 6 uur 44 aankomt en vertrekt om 6 uur 45. Oké. Okay. Bedankt voor de cheers, Cleo. Er staan Arriva OV-palen. Sintus heeft geen incheckpalen. Nope. Nu alleen nog eens een 2.6 versie zien te vinden. Ja. Goed, op weg naar station Terborg. Even een vervelend stukje dit. Arriva rijdt daar ook vandaag de dag, dus dat komt mooi uit. Indeed. Ja, maar jij woont ook... Ja, jij woont daar in de buurt. Is dat wel goed dat ik dat zeg, Jansen? Woon je daar in de buurt? Jij neemt wel regelmatig dit lijntje toch, of niet? Vanuit Doetinchem, dacht ik, of niet? Daar kom je vaak, ergens... Terborg, bekende plek. Is dat voor jou een bekende plek, Mart? Terborg? Die incheckpaal bevat onder de Arriva stickers nog steeds de Sintus stickers. Kun je het er gewoon doorheen zien dan, Jansen? Terborg. Blijft een hele bijzondere dit. Vooral deze. Op sommige palen is een deel van Arriva sticker er al afgepeuterd. En dan zie je de stukken weer. Oké, netjes hoor. Heel netjes. Ik reis vaak van Terborg naar Arnhem. Oké, nou dan rijden we zo meteen jouw stukje dan. Deze lijn neem ik niet. Ik heb Winterswijk Zutphen. Oké. Okay. Ik reis vaak van Winterswijk naar Arnhem als Winterswijk Zutphen nog niet gaat. Dat kan ook. Toeter klinkt als toeterende vrachtwagen. Ja, wel een soort van, hè. Het is een beetje bijzonder. Die kan ik nog wel begrijpen dan. Tenzij ik ergens zoals in Varsseveld laatst moest zijn. Ja, is er wat te doen in Varsseveld dan? Vraag ik mij af. Klinkt als een dode man. Ja, dat klopt. Zo wel een beetje inderdaad, ja. Nee, weet je hoe het klinkt?
Als je een foute, als je een fout antwoord op een vraag geeft. 1 plus 1, wat is dat? 3. Firm is de mooiste trein. NS is de beste in Nederland. Weet je wel, allemaal van die foute vragen. Ik moet zeggen, sets in Windows Redstone 5 is awesome. Is dat zo, ja? Oh, overspeed. Ben je dan Windows Insider, meneer Janssen? En heb je een technical preview in een VM-omgeving draaien, toevallig? Indeed. Oké. Okay. Ja, iedereen kan Windows Insider worden, dus... maar je kunt met een losse tool nu hidden features activeren, mocht je die in RM5 niet hebben. Hidden features? Nice! Wat voor soort hidden features dan? Quizvragen met foute antwoorden. Ja, dat inderdaad, ja. Oh, oké. Okay. Het volgende station is Terborg. U kunt hier overstappen op de bussen richting Dingsbro en Gendring. Dames en heren, het volgende station is station Terborg. En de tegentrein komt ook al aan. Nice. Wij gaan eventjes naar links. Nou, er zijn nu stopping markers gebruikt. Nice. Prima remafstandje, al zeg ik het zelf. Zo, even de deur openen hier. We zijn net op tijd volgens mij. Oh, we zijn de vorige keer al te laat hier. In Varsseveld. Oké. Okay. Ben benieuwd of we hier ook dan te laat zijn. De bus naar Ulft. Oké, op naar Gaanderen. Zorg ervoor dat je daar om 47 vertrekt. Geen probleem. En we gaan weer verder. En zometeen mogen we ook wat sneller rijden trouwens. We mogen dan 120 km per uur. Ja, ja. Het is een soort van wonder dat je zo snel mag hier. Eerst was het allemaal nog 100 hier. Maar dan hebben ze verhoogd naar 120 km per uur. Laat de trein even zien. Oké, zometeen als ik weer mag optrekken. (laughs) 47 is wel heel snel. Zie hier. De lint 41. Oh, geel. Oh, dat is wel wel. Zal met Gaanderen te maken hebben, denk ik. Eventjes weer remmen. Sinds een half jaar of zo mag je tussen Gaanderen en Doetinchem 120. Nice.
Zo. Dutjes open. Ah, die is wel goedgekeurd. Oké, nou ja. Helaas. De omroep is stuk. Ja, ik heb hem ook niet gehoord inderdaad. Nou ja. Ik weet ook niet waar die gebleven is. Oké, op naar Doetinchem. Verwachte aankomsttijd is 52. En we mogen gelijk 120 rijden. Ja, rip omroep. Weet je welke cola heel lekker is? Ik vind op zich de originele Coca-Cola, die vind ik eigenlijk het lekkerst. Maar dat betekent niet dat ik de andere spul niet drink hoor. Kasper, bedankt voor de host trouwens. Nou, kom maar op met die 120 km per uur dan. Eens kijken wat dat dingetje allemaal kan. Omroepen in slaap gevallen, wie weet. Coca-Cola Zero Citroen. Kan ik op zich nog een keer proberen. Klinkt wel lekker in ieder geval. Succes met het wakker maken van die vent dan. Volgens mij mag de Arriva hier tot met 2025 rijden. Dat is al lang zat, lijkt me, of niet soms. En na Doetinchem is het weer 100, ja, serieus. Eindelijk een moment van glorie dat je 120 mag rijden en daarna mag je direct weer 100 rijden. Dat is fijn. Ik neem aan dat je het gewoon over een soufflé hebt. Ik heb wel eens van het woord gehoord in ieder geval. Soufflé. Nee, de omroep is voor mij geen hand. Dat denk ik niet. Huidige concessie loopt nu. Het station is Doetinchem. U kunt hier onder andere overstappen op de bussen richting Doesburg, Gendringen-Zeerenberg, Ruurlo en Voorden. De omroep is weer wakker, jongens. Even kijken. Hoppatee. Ik had hier prima bij 4 kunnen stoppen, daar niet van, maar goed. Even kijken. Zo. Ja, cola kun je drinken, maar werkt ook om moeren los te draaien die vastgeroest zitten. Eventueel wel, Cleo. Het is wel een makkelijk inderdaad. Zolang het maar rijdt.
Even kijken, ik zag hier... ja, dit vind ik ook nog steeds vrij bijzonder, maar het staat er nog wel inderdaad. En hier staat nog een... hoe de hel komt hij hier dan? Oh, gaat hij nou afrangeren, ja? Wat ga je doen, vrolijke vriend? Ga je tanken? Oh, dat is geen tankpaal. Nou ja. Onderdeel van een museum, ja. Nice. Wel origineel. Dat je dan gewoon zo'n ding er laat staan. Oké, ik ga nu als involgers door naar Doetinchem. Nou. De Huut en Weel. Vertrek in Huut om 56 en in Weel aankomsttijd 7 uur. En dat hij vertrekt om 7 uur 1. Ja baas, ik doe mijn best. Ik ga meteen 100 rijden, oké? Hybride flirts. Je kan merken dat die GTW's opraken hoor. Heel veel storing op dit moment. Ja, dat is mooi knudden. Volgens mij gaat hij zometeen weer omdraaien, denk ik. En dan zou die de andere kant op rangeren, denk ik. Antoninus, hallo, welkom. Leuk dat je er bent. Ze zeggen 2025 dubbelspoor tussen Zevenaar en Doetinchem. Nice. En elektrificeren, ja tuurlijk. Dat zullen ze wel direct doen inderdaad. Je ziet dat de Noordlijn en GTW's echt zijn helemaal op na 15 jaar. Dat zal. Oh, je hebt een bak met water over de omroep heen gegooid. Ja, dan kan het wel kloppen inderdaad dat hij weer wakker is. Daar zou ik ook wel wakker van worden als ik een bak water over mijn hoofd krijg. Ja, ik weet dat zijn geel is, maar ik moet wel hier op tijd aankomen, anders krijgen we dat... Anders krijgen we dat gezeur, ja. Mooi. We zijn hier nog wel op tijd. Zo. Zeker mooi. Als ze tot Doetinchem elektrificeren, dan moeten ze tot Winterswijk ook doen. Ja, nou, dan kunnen we wel straks allemaal van die vluchtjes of GTW's gaan rijden. Ligt eraan wat je wil. Is goed, Anthony. Nee, reistijd mag er absoluut niet langer op worden. Zeker niet. En Minion Guy, trouwens nog bedankt voor de follow. Is goed of je, fijn dat je er was en tot de volgende keer uiteraard. Wij gaan ondertussen verder naar station Weel. Even kijken, station Weel en dan krijgen we nog Didam, Zevenaar, Duiven, Westervoort, Arnhem, Velperpoort en station Arnhem. Dan hebben we de hele route hebben we gereden. Onder welke vervoerder valt Breng eigenlijk? Want Arriva en Breng rijden allebei over dit stukje. Alleen Breng rijdt tot Doetinchem en Arriva rijdt tot Winterswijk. Waar Breng onder valt? Goeie vraag. Oh ja, Hermes inderdaad, ja. En Hermes valt weer onder connection. Oké. Okay. Nice.
Ja, inderdaad. Best wel een hele ingewikkelde constructie inderdaad, ja. Als je erover nadenkt wel. En eigenlijk wil je er gewoon helemaal niet over nadenken, volgens mij. Wil. Ja, ingewikkeld, raar. Het is maar hoe je het zelf wil noemen eigenlijk. Hier, DM90 aan de overkant. En goedemiddag, Tom. Ik moet nog even een stukje verder doorrijden, anders kom ik niet op de achterkant goed uit. En nu wel. Even de deur open. Nou, staat wel mooi zo. Had veel erger gekund natuurlijk. Die DM90 moeten we meteen ook wegrijden. Hoe lang moeten we het veel wegrijden? 7 uur 1. Mooi. Even lekker voor onszelf. Ja, goedemiddag Tom. Leuk dat je er bent, joh. Ik was net op visite bij mijn moeder in het ziekenhuis. Er ligt dat. Nou, ik weet niet wat je in het ziekenhuis hebt gedaan. Maar ik hoop dat je je gedragen hebt in ieder geval. DM9 zouden we meteen nog weg te roesten in Nijmegen. Ja, zoiets krijg ik wel meer, ja. Dit is het oosten van Nederland, Tom. Die ruikt ook zo lekker overtuigend van door die DM90. We weten dat die tijd traag is, maar hij doet wel zijn naam eraan hoor. Goeiedag, hè. Dit is de installatie waar ik bij ben. Cleo, bedankt voor de subscriptie. Brainpower, hashtag hype Cleo. Dankjewel jongen voor je support. Oké, ga door naar station Didam. Uw verwachte aankomsttijd is 7 uur 6. Brainpower, hype. Cleo, bedankt voor de subscription. En ja, welkom, zou ik zeggen. Welkom. Waarbij je nu exclusieve toegang hebt tot de Bliefjes knuppels. De groene knuppels. Hep, hep. Ja, leuk dat je erbij bent, Geesties. Fijn, en dat je ook trouwens jouw eerste livestream is. En eerst goed, Cleo. Spam. Vaak ga streamen zit sowieso in het lijstje van mij, dus en ook door de weeks. Gezien omstandigheden, nee, niet gezien omstandigheden. Ik vind één keer in de week vind ik voor mezelf ook al te weinig. En ik wil ook gewoon een paar avonden weer graag. Huppakee, bliefjes knuppels. En ik wil ook graag
graag weer een keer met Rob Jans en met Rupke meerijden met hun Euro Truck Simulator avonturen. Dus en het was op elke donderdag en zaterdagavond volgens mij, dus dus dat komt goed. Even kijken, hoe lang ik alweer zo ben, Gijs Ties. Ik ben om 1 uur ben ik begonnen. Nee, weet ik, Cleo. Maar ik bedoel, ik zal iets van 1 keer in de week zal ik Train Simulator doen. Maar daarbuiten wil ik graag een keer iets van Fernbus of Omsi of Euro Truck Simulator spelen. Dat vind ik leuk. Ik wil graag spellen spelen die ik oprecht echt zelf ook leuk vind om te doen. En Omsi, Euro Truck Simulator en Fernbus vind ik echt nog leuk om te spelen. Oh nee, klopt inderdaad, Jansen. Maar ik wil wel graag een keertje meerijden. Maar even kijken. Trains in World ben ik mee gestopt trouwens. Ik vind Trains in World vind ik echt niet leuk. Of nou ja, niet leuk. Je bent er snel. Je bent er snel over uitgespeeld eigenlijk. Kasper, mis je Fernbus? Nou, ik ga echt wel weer een keertje verder met Fernbus. Dat komt goed. Ja, ik weet het koplopen. En iedereen heeft zijn mening over Trains in World. En laten we zo zeggen, zolang de editor er nog niet is, ga ik denk ik geen Trains in World meer spelen. Als Trains in World een editor gaat aanbieden en wij kunnen erop gaan bouwen, als zij de Nederlandse community erop bouwen, dan wil ik wel over nadenken om Trains in World te gaan installeren, maar tot die tijd niet. En klinkt misschien vrij, ja, weet ik veel wat. Omzien. Ja, David, ik zeg maar, ik wil dus graag dingen, wil ik, hoe heet dat? Ik wil dus graag dingen weer doen. En wat meer oppakken. Dus daar hoort Omzien ook bij. Gewoon, ik zeg, naar spellen die ik leuk vind, dus. Oh, dankjewel, hier. Ik ga die even opslaan. Ga ik even een notepadje voor aanmaken. Zo, ik heb hem even in notepad gezet, Jurre. Ik zal straks die link even uitvoeren. Ga dinsdag kijken wat er nog over is van de Transrapid testbaan. Oké. Okay. Geen editor is veel game voorlopig. Omdat je inderdaad alleen maar kunt doen wat meer. Ja, en ik bedoel, als je in Duitsland gaat rijden, kom je 20.000 van die talenten tegen. En als je in Amerika gaat rijden, kom je komt alleen maar dezelfde treinen tegen. Omdat je natuurlijk nog niet heel veel content hebt. En ja, nou. Ja, tuurlijk. 1 keer per week kom ik wel aan, ook Leo. Hey, SporNL. Maar goed, ja, en toen laatst Squirrel, dat was trouwens, ook heel mooi. Squirrel die was laatst bij Rupke in zijn stream, waar Rupke zelf ook heel erg blij mee was en waar ik ook heel erg blij voor hem mee ben. Squirrel die was toen, Squirrel die was toen laatst dus bij Rob in de stream en die deed ook zijn uitspraak over DTG. En Squirrel die is natuurlijk geen medewerker van DTG, dus je mag gewoon gerust zeggen wat hij ervan vindt. En hij was ook daar, nou niet heel, negatief is een groot woord, maar hij was ook gewoon niet blij met bepaalde dingen die DTG doet omtrent Trains in World. Wat ik op zich best wel kan begrijpen. Nou ja, maakt me zich niet uit welke kant ik aan sta. Ik vind Trains in World veel te duur. Nou ja, maar ja, het is te duur voor de content die het te bieden heeft, dat wel. Squirrel volgt Rupke en mij. Dat is wel nice, Jansen. Dat is wel nice. op naar 7 na uw vertrektijd is 7 uur 12. Ja, daarom zaten we ook, hè. Wacht altijd dat de rode lampjes gedoofd zijn. Je hoort het.
je hoort het, de baas van Farm mist je en dus greep je kans en vraag om loonsverhoging. Ja, dat kun je dat ook wel eens doen, ja. Ja, nee, ik heb het inderdaad wel eens gezien, Jansen. Want als je inderdaad op het kanaal van Skrull kijkt, zie je inderdaad jou en Rupkes hier daartussen staan. Je krijgt dubbel loon van wat je kreeg. Dat is fijn. Ik verdien niks. En dan verdien ik twee keer niks. Ik ben zeer vereerd, Jansen. Dankjewel. Ik ben heel blij dat ik twee keer niks krijg. Dus hier heb je één keer niks, alsjeblieft. En als bonus krijg je nog een keer niks, alsjeblieft. ga je weer een keer euro... Ja, dat heb ik net gezegd, Jordi. Games die ik graag speel zijn Train Simulator, Euro Truck Simulator, OMSI en Firmbus. En de rest van de games laat ik even vallen, denk ik. Tenzij je net wat je wel kunt krijgen is gewoon af en toe eerst een game die uitkomt of wat dan ook. Bedankt voor de cheers, Rob Jansen. Loonverhoging, woe! Wat betekenen die zwaardjes voor iemand? Dat betekent dat het moderators zijn, Gijs. Dat betekent dat het moderators zijn. American Truck Simulator. Zal ik niet zo snel alleen spelen, denk ik, David. Denk ik. Maar wat er niet is, kan er altijd nog zijn natuurlijk, hè? Dat wel. Het is gewoon dat ik alles eventjes voor mezelf even netjes op orde wil hebben. En dan kan ik een soort van schema voor mezelf maken. Zo, even 80 rijden. Dan komen we zo meteen in station 7a komen we binnen. Kijk eens aan, Mark. Je bent al 6 uur lang in de stream. Goed bezig. Het volgende station is Zevenaar. U kunt hier overstappen op de bussen richting Herwen en Duiven. Ik hoorde een ATB-belletje tussendoor. Goed, dames en heren, het volgende station is station Zevenaar. Oh. Bremsen! Deurtjes open. Deze heb ik nu omgezet naar beta. Met ETSC wacht ik nog even voor mijn pro. Ja, dat snap ik. Eerst klein beginnen en dan weer langzaam opbouwen. Dat is inderdaad wel de bedoeling, Jordi. Alle deuren zijn tenminste wel netjes open, dat valt me nog wel mee. En we hebben hier lekkere sluipreclame van Unox. Unox, gevulde Minestrone soep. Klinkt wel lekker trouwens. Wordt hier veel reclame gemaakt voor Unox. Oké, ga door naar Duiven en vertrek daar om 7 uur 16. Nou, dat moet niet zo'n groot probleem zijn.
16. Hoe de hel moet ik dat redden eigenlijk? Was ik op tijd hier dan? Ja, ik was hier op tijd. Oké, we gaan zien of we op tijd komen, ja of nee. Gewoon vol tractie geven en hopen dat je op tijd komt. Nou, we mogen lekker 130 rijden. Hoppatee. Mindstone soep. Oh, Mindstone soep. Ah. Je kunt altijd een keer meedoen met de ATS multiplayer. Moet je wel even een New Mexico DLC aanschaffen. Ja, dat bedoel ik. Heb je trouwens voor de multiplayer omgeving, Jansen? Heb je daar ook bepaalde DLC voor nodig? Voor de Euro Truck Simulator? Heb je daar Italië voor nodig voor de multiplayer of heb je daar geen Italië voor nodig? Dat moet ik wel eventjes weten, want ik heb Italië nog niet. En als ik die wel moet hebben, dan moet die er nog komen. Anders kan ik niet meedoen met de multiplayers. Is wel handig. Oké. Lekker scheur met het treintje, joh. Heerlijk. Kan wel zonde, maar je kunt niet verder rijden dan de basismap of andere DLC's die je hebt. Oké. Naast de basisgame voor alle meerrijders moet je... alle map DLC hebben. Het station is Duiven. U kunt hier overstappen op de bus richting Westervoort. Maar staat op treinpunt. Oké. Goed, zal ik eens naar kijken, Jansen. Hey Johannes, welkom. Ja, als het goed is ben ik wel op tijd inderdaad, ja. Zo, de Robi hier. En dan kunnen we na station Duiven gaan we nog even langs station Westervoort en Arnhem-Velperpoort. En dan zijn we op station Arnhem gearriveerd. Ja. Op naar Westervoort. De vertrektijd uit Westervoort is 7 uur 20. Prima. Even wachten tot de deuren dicht zijn. Als het goed is spreekt de sein zometeen ook voor mij op groen. Mooi. Dan gaan we nu naar station Arnhem-Westervoort. Als het goed is is trouwens Arnhem... Nee, gewoon Westervoort. Niet eens Arnhem volgens mij. Kijk in je geschenk van Steam, bliefjes. Oh jee. Pauzeknop. Even kijken. Steam. Bibliotheek. Nieuw geschenk. Even kijken.
Ha! Nu kun je niet meer terug. Oké. Okay. Italië deel 2 hype. Hoppakee. Lekker hoor. Oké. Okay, ja, nou kan ik er niet meer omheen, Cleo. Nou moet ik wel inderdaad, ja. Dankjewel, Cleo, voor dit mooie geschenk, hé. Ik zal hem direct even accepteren. Ja, dat klopt. Dankjewel, Cleo. Nice, nice, nice. Ja, nee, nu moet ik wel meespelen inderdaad, ja. Dan wordt dus volgende week Euro Truck Simulator spelen. Dankjewel nogmaals, Cleo, voor dat mooie Euro Truck Simulator geschenk. Ja, dus Jansen, ik kan met jullie meerijden. Nou, waar dan ook. Dus nogmaals, heel erg bedankt, Cleo. Dus Jansen, als we volgende week Euro Truck Simulator multiplayer is, dan ga ik met jullie meerijden natuurlijk. Ja, dat was een donderdag inderdaad, ja. How many buttons do you need for this game? 2. No, you have several more buttons you need. is je gegund. Hoe meer Twentenaren, des te leuker. Ah, dat is hartstikke mooi, Cleo. Geen wie allemaal Twents praten in die stream. Dat is zeker gezellig, of niet? Dan was je ook bij Rupke, was dat laatst. Heb ik een bits en een wat de andere dingen in het Twents gestuurd. Ook gewoon heerlijk hoe hij dat probeerde voor te lezen. Op een gegeven moment stuurde ik naar van Kill Creeper mooi bits to be, hartstikke mooi. Ja, nogmaals heel erg bedankt, Cleo. No, not 3 buttons. Ja, ook. Even kijken, hier staat 3. Een stukje verder doorrijden. En bakbordje 6. Hartstikke mooi. Even kijken, schakelen we deze weer om. En dan. Open je damn doors! Damn it! Hij opent de deuren niet. Ik moet een stukje doorrijden, ben ik bang. Hopelijk doet hij het hier. Ja, hier wel. Ben ik nou te laat? Nee, net 19 aangekomen. Nou ja, zal me niet verbazen als hij deze nu gaat afkeuren, maar goed. Dat is dan niet mijn schuld. De deuren wonen niet open, oké? You need many more buttons in simulation games. That's true. Oké, nog een klein stukje. Ga nu eerst naar Arnhem-Velperpoort. Zorg dat je daar om 24 vertrekt. Heb ik hier nog een kruisje? Nee, vinkje. Nice. Oké, aanmaken en doorgaan. Op naar station Arnhem-Velperpoort. Goedemiddag Semse, leuk dat je er bent. Het Gamejournaal Live, is dit de nieuwe trein? Nee, dit is niet de nieuwe trein. Dit is een Lint 41 waar we momenteel in rijden. Dit vind ik niet mooi. Even kijken. Dit wel. Nee, dit is niet de Trax als je dat bedoelt. Dit is niet de Trax. Ik vind alleen deze brug vind ik nog steeds een beetje iets van raar. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar
Deze brug vind ik heel erg bijzonder. Het lijkt wel of hij gewoon slecht gerenderd is, weet je wel. Alsof hij niet goed ingeladen is. Alsof hij gewoon geen textures heeft, weet je wel. Zie je wat ik bedoel? Het lijkt gewoon alsof hij nog op elk moment ingeladen kan worden ofzo, maar... Is gewoon hoe Friesland die gemaakt heeft, oké. Okay. Nou, niet om het af te kraken, maar ik vind het er gewoon heel erg apart uitzien eigenlijk. Dat is het enige wat ermee is. Maar ziet die brug er ook zo uit dan, vraag ik mij af. Geel? Waarom krijgen we hier geel? Moet eventjes wachten. Niet waarheidsgetrouw, ja. Dat weet ik nog niet, Jeffrey. Nou, eventjes rustig doorrijden dan, want... Of is het zo'n bug zijn? Ik weet niet... Oh nee, er rijdt een ICM in de verte. Daar zijn we op aan het wachten. Die ICM die komt dus vanuit de richting... Die komt vanaf richting Zutphen. Oké. Okay. When did this game came out? 2002. No. I think the first name was Railworks, I guess, and it was around 2013 or 2012 maybe. And the game got updated a few times, but now it's called Train Simulator 2018. But every time the game gets an update, it doesn't improve the graphics or something else. You just get some more content out of it, but... Oh, was the first version 2007? Okay. Je denkt dat er heel veel ruiten gaan sneuvelen, ja? Is Arnhem Velperpoort. U kunt hier overstappen op de trein richting Zutphen. Oh, je hoort ook nog heerlijk mensen tussendoor praten. Ja, het zijn natuurlijk allemaal opnames, daar kun je op zich helemaal niks aan doen. Zo. Dan maak ik op zich ook niet gek veel uit of die leg naar of uitlaat. Goed, we openen hier nog even voor de ene laatste keer onze deuren. It looks like a game from 2002. I can imagine why you say that, Ikebo. Because the game looks graphical, yeah, not very strong. I agree with that. But you have a massive content for this game, and you have the you can build your own routes, and that's why this game is doing so well. For it's kind of poor graphics, but op naar je eindbestemming, station Arnhem Centraal. U gaat via spoor 5 naar spoor 6A. En zorg er wel dat u verdorie. Zorg wel dat je dat u om 6:27 in Arnhem aankomt. Ik doe mijn best. Meer dan dat kan ik niet zeggen. Ja, klopt. Bliefjesknuppel, Samson. Dat is er... die kun je krijgen als je... als je subscribt op mijn account. Dan krijg je de bliefjesknuppels. Dat zijn er... ja, dat is mijn... hoe heet dat? Subscribe emoticon. Nee, Chris heeft geen publieke beta versie van de tracks. Die moet iedereen gewoon op wachten. Chris heeft wel een paar beta testers, wat ik weet.
Maar volgens mij is dat een vast groepje. Het volgende station is Arnhem Centraal. U kunt hier onder andere overstappen op de treinen naar Utrecht, Nijmegen en Deventer. Deze trein rijdt niet verder. U wordt allen verzocht hier uit te stappen. Het gamejournaal live. Nee, dat kan ik niet. Aan uw eigendom. Nee, Samson, maar de uitspraak groene knuppels, dat komt altijd van mij af. En zodoende. Dan heb ik echt letterlijk groene knuppels gemaakt. Maar, Jody, je hebt een subscribe button op Twitch staan. Alleen dat kost je wel $5 per... $5 per... maand, dacht ik. Of €5 per maand. Iets van die richting. Maar het Gamejournaal live, nee, ik kan geen... dat kan ik helaas niet. Want Chris heeft gewoon zijn vaste kringetje en er staat buiten om of je nou voor YouTube video's maakt, ja of de nee. Chris bepaalt zelf of je dat wordt, ja of de nee. Ja, €5,12 als je de belasting bij je optelt inderdaad, ja. Voor mij sta ik er nog niet lekker op, dacht ik. Wel. Wel, ik sta er prima op. Er stond alleen nog een klein stukje op te wisselen, nou niet meer. Zo. Even de deur hier openen. Een route opzoeken, hoe bedoel je dat? Ja, klopt. Ik ga straks wel kijken hoe of wat inderdaad. Ja, dat doe ik wel vaker. Goed, maar in ieder geval, we hebben, zijn hier mooi in station Amersfoort. Oh, Amersfoort. We zijn mooi op station Arnhem aangekomen. Dit is een mooie Lint 41. Dat is meteen het einde van het scenario. We zijn allemaal vriendelijk verzocht hier om uit te stappen.